Een woningbrand in de binnenstad. Die kan binnen no time zomaar uitmonden in een groot incident. Met alle gevolgen van dien. Des te belangrijker is het om over goede informatie te beschikken. Sinds 1 juli lijkt dat een stuk sneller te gaan. Als eerste korps in Nederland experimenteert de Amsterdamse brandweer met een nieuw informatiesysteem. En dat gebeurt op een soort mega-iPad, waarbij gebouwen in de stad in 3D-weergave tevoorschijn komen. Dit is voor ons een hele mooie mogelijkheid om de eenheden op straat meer informatie te geven. Maar ook voor onszelf om een beter beeld te krijgen van, waar hebben we mee te maken. Zo kan centralist Rick, die de brandweer aanstuurt vanuit de meldkamer van de politie, nu in één oogopslag zien hoe druk het bijvoorbeeld is in een bepaald pand. Hoe donkerder de blauwe kleur, hoe meer mensen er in een gebouw aanwezig kunnen zijn. Zoals je hier heel mooi kan zien, het Centraal Station, die is heel donkerblauw. Maar dat komt omdat er heel veel mensen aanwezig zijn. En de woningen waar relatief weinig mensen aanwezig zijn, die zijn wat lichter voor ons. Ja, dat gebeurt allemaal aan de hand van open data uit bijvoorbeeld het kadaster of via de gemeente. De gele kleur geeft aan of er sprake is van een rijksmonument. Paars betekent kinderopvang, groen een seniorencomplex en dan is er nog rood. Dat zijn voor ons de echte risicovolle objecten waar dus veel met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Of productieprocessen die echt een groot risico meegeven voor de hulpverlening als daar inderdaad een incident plaatsvindt. De centralist kan met behulp van Google Street View zijn collega's die onderweg zijn naar een brand live op de hoogte houden. Ik kan aangeven van jongens, let op, het gaat om deze woning. En bij dit raam staat de bewoner. En dan kan ik hem verzenden. Ja, en hier ontvang ik dus op straat in mijn voertuig de foto die de centralist gestuurd heeft. Waarin je ziet dat hij getekend heeft. Dus dan heb ik de informatie die hij mij gestuurd heeft, zie ik op mijn tablet. De brandweer is in elk geval erg blij met het systeem. Je moet informatie zien als een stuk gereedschap. We gaan natuurlijk met een auto naar een brand toe. Dan heb je brandweerslangen nodig. Maar informatie is mogelijk net zo cruciaal om een incident goed te kunnen bestrijden. Het gaat nu om een pilot die nog tot het einde van het jaar loopt. Even wat dingen uitzetten.